Het is wereldwijd vandaag hemofiliedag en de Surinaamse Stichting voor Hemofilie Patiënten houdt dus een symposium Hemofilie in Suriname en ze doen dat sinds gisteren in Hotel Torarica. We gaan praten met dokter Marjolein Peters die ons gaat vertellen hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Het is een initiatief van een aantal jaar geleden van een hemofiliepatiënt die ook in Suriname woont en ook in Nederland woont. En die heel goed kon vergelijken hoe de situatie was in Nederland en de situatie was in Suriname. En zijn hart op de goede plaats had. En toen dacht van, we moeten toch zorgen dat we samen, Nederland en Suriname, wat meer kunnen betekenen voor de patiënten met hemofilie hier in Suriname. En heeft hier dus toen de stichting opgericht. En het grote voordeel van zo'n stichting is dat je dan aangesloten kan worden bij de Wereld Hemofilie Federatie. En dan kan je eigenlijk allerlei hulp regelen, vice versa. En samenwerking dus tussen Nederland en Suriname. Wat is dit nou eigenlijk, hemofilie? Hemofilie wordt ook wel bloedersziekte genoemd. Het komt alleen maar jongens voor. Het is een aangeboren bloedersziekte. Aangeboren bloedziekte en je hebt een kans op een verhoogde bloedingsneiging en dat uit zich in gewrichtsbloedingen, dus hele pijnlijke gewrichten dat je kan krijgen, in spierbloedingen, maar ook als je bijvoorbeeld valt of als je een trauma hebt, dan kan je een levensgevaarlijke bloeding krijgen. Okay. Is er bezorgdheid hierover wereldwijd? Het is vandaag hemofiliedag en ik wil van u weten als u nagegaan bent of er bezorgdheid hierover is nu, anno 2010. Ja, er is nog zeker een hele grote bezorgdheid. Want we weten heel veel over hemofilie, we weten hoe het komt, we weten ook hoe je het moet behandelen. Maar desalniettemin wordt 70% van de hemofiliepatiënten wereldwijd niet behandeld. Of is er geen toegang voor behandeling. En dat is natuurlijk heel triest, want dan worden die jongens met hemofilie niet oud. En worden ook kreupel door de gewrichtsbloedingen. Nou, daar willen we wat aan doen, dus er is zeker bezorgdheid. Er is een symposium hier gehouden in Torarica door de stichting. Wat willen zij hiermee beogen? Ze willen eigenlijk meer bekendheid beogen. Ook zorgen dat er meer hemofiliepatiënten van elkaar weten, van het bestaan weten. Want de schatting is dat ongeveer 50 patiënten met hemofilie hier in Suriname wonen. Maar ook nog veel meer patiënten met andere aangeboren bloedziektes. Die kunnen zich allemaal aansluiten bij de stichting, zodat ze elkaar kennen. Nou, als je samen bent, dan ben je groot en ben je sterk. Maar ook dat de kinderartsen, de huisartsen, de internisten meer weten wat nu eigenlijk de tekenen zijn van hemofilie. Wat me toch even te binnen schiet om te vragen is, hoe herken je hemofilie? Hemofilie herken je dat een jongetje eigenlijk als hij gaat lopen, dat je dan ziet dat hij heel veel blauwe plekken heeft. Eigenlijk spontaan of na heel licht stoten. En dat hij dan eigenlijk voor het eerst een gewrichtsbloeding krijgt. En die gewrichtsbloeding ontstaat in de knie of in de enkel. En dan zie je dat gewricht dik en gezwollen is en pijnlijk is. En dat hij er niet op kan lopen. En dat het verder, dat hij geen koorts heeft. Dat is niet een ontsteking, maar het is echt een bloeding in het gewricht. Dus het gewricht met name is dan dik en gezwollen. Is het overdraagbaar of erfelijk? Ja, het is een erfelijke ziekte, dus je wordt ermee geboren. En je krijgt dus de overerving gaat via je moeder. De moeder zijn draagsters, de vrouwen zijn draagsters. En dan heeft ze kans dat haar zoon hemofilie heeft. Okay. Hoe zal eraan gewerkt worden om een beetje hieraan te gaan werken om die 50% minder te maken? Er is nu dus het symposium. Over een paar weken is er een wereldcongres. Dan zal de stichting ook voor het eerst daar vertegenwoordigd zijn. En als het dan officieel toegetreden is tot de Wereld Hemofilie Federatie, dan kan er een samenwerking zijn en een uitwisseling zijn. En zo kan je eigenlijk heel langzaam zorgen dat de situatie voor de hemofiliepatiënten hier in Suriname verbetert. En hoe bent u er zelfs over gestemd? Heel positief. Ik denk dat het echt dé manier is om te zorgen dat je met elkaar iets kan bereiken. En in Amsterdam hebben wij natuurlijk ook heel veel patiënten die oorspronkelijk uit Suriname komen met hemofilie en die hier nog familieleden hebben. En het is natuurlijk heel schrijnend om te zien wat het verschil is in behandeling.
Als je dan samen iets kan organiseren om het te verbeteren, nou, dat is natuurlijk het mooiste doel wat je kan bereiken.